Ja, we zouden vandaag eigenlijk een feestelijke video moeten opnemen, want dan zou Nederland zich hebben geplaatst voor het WK 2022 in Qatar. Maar niets blijkt minder waar, want Oranje heeft gisteravond met 2-2 gelijk gespeeld in Montenegro, terwijl het 2-0 voor stond. Onze verslaggever Martijn Krabbedam is ter plaatse. De verbinding is niet al te best, Martijn. Maar was dit gisteravond misschien wel een van de gekste interlands die jij ooit hebt gezien? Ja, we zitten hier met een aantal collega's, ook jongens die al veel langer meelopen. Die hebben natuurlijk ook gevraagd. Maar niemand heeft het eigenlijk meegemaakt, de manier waarop het gisteren is gegaan. Je zou het kunnen vergelijken een beetje met 2001, hè, weg naar het WK in Japan en Zuid-Korea. Toen speelden ze uit bij Portugal, ook 2-0 voor, ook in korte tijd 2-2. En kwam alles aan op die beslissende wedstrijd tegen Ierland. Ja, die verloren ze toen, op Lansdowne Road. Toen wel met een iets beter Oranje, hè, qua spelers. Maar ook in een lastige uitwedstrijd. Ja, nu speel je thuis tegen Noorwegen, dat is dan misschien het enige verschil. Maar het is wel do or die geworden. Het was natuurlijk niet nodig geweest. Nee, vertel eens hoe die sfeer was in het stadion. Want ik denk, ja, achter de tv hadden wij misschien hetzelfde gevoel. 2-0, hij zit in de tas. Hoe voelde dat in het stadion? En hoe voelde je dat veranderen naarmate de tweede helft vorderde? Je voelde dat veranderen eigenlijk naar die goalpas. Daarvoor was er niks aan de hand. En er zat ook heel weinig man in het stadion. Hè. Ik geloof 2000, ze hadden nog een straf van de UEFA gekregen. Dus het mocht helemaal niet vol zitten, ook niet door COVID. Ja, er was gewoon niks aan de hand. Je staat 2-0 voor. Ze maken 2-1 en ineens valt alles uit elkaar. Weet je? En dan kun je natuurlijk wel zeggen, Montenegro ging een ander systeem spelen. Of dit of dat. Je kunt het gewoon heel simpel analyseren. Het is gewoon een totale wanprestatie geweest. Je hebt één mazzel. Je hebt alles nog in eigen hand. Ja, als je nou de vinger op de zere plek moet leggen. Hè, waar ging het nou precies mis gisteravond voor het Nederlands elftal? En wat ging er mis? Het ging mis doordat spelers niet meer de dingen gingen doen die waren afgesproken. Je hebt natuurlijk altijd te maken met afspraken die je vooraf maakt. Maar ja, als je gewoon een voorsprong over de streep moet trekken, als je weet dat je gekwalificeerd bent, ja, dan kan het toch niet zo zijn dat iedereen maar onderweg is naar voren. Virgil van Dijk zei dat na afloop nog. Die probeerde de boel nog, zoals ze dat dan noemen, bij elkaar te houden. Alleen ja, dat lukte niet. Iedereen was onderweg. Iedereen was ook slordig in balbezit, dat kon je ook wel zien. Simpele ballen, zo inleveren bij tegenstanders. Ja, en daarbij hielpen de wissels natuurlijk ook niet mee. Het waren nou niet bepaald gouden wissels die Van Gaal gisteren doorvoerde. Ja, daar kun je ook vraagtekens bij zetten. Hij vertelde dat die spelers ook rust wilden gunnen. Dat hij deed ter preventie van blessures. Maar op zo'n moment kun je natuurlijk ook andersom redeneren. En denken van ja, je moet winnen. En dan heiligt het doel gewoon alle middelen. Van Gaal kan op zijn beurt natuurlijk niet weten dat bijna alle invallers, misschien op Matthijs de Ligt daar, totaal onder hun niveau presteerde. Dat is natuurlijk ook wel heel veel tegelijk. Maar dan nog, je moet gewoon in zo'n situatie pakken wat je pakken kan. En dat is gewoon zorgen dat je kwalificeert voor dat WK. Ja, en dan had je ze rust kunnen geven tegen Noorwegen. Weet je, die wedstrijd was dan niet meer van belang geweest. Ja, je merkt ook een beetje in de interviews na afloop dat de spelers misschien op twee gedachten hinkten. Van Dijk die zei, ja, we moeten eigenlijk iets meer verdedigen en gaan spelen als we 2-0 voor staan. En Memphis die zei van, ja, we moeten druk naar voren houden. Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad. Dat vond ik ook opvallend. Terwijl Van Gaal weer zei dat alles vooraf was afgesproken. De manier hoe ze het wilden gaan doen. Maar blijkbaar was dat niet helemaal aangekomen bij zijn spelers. Ja, dat is toch slordig. Maar ja, dan nog. Hè. Je kunt er allerlei analyses op loslaten. Maar 2-0 voor tegen Montenegro. Ja, dat mag je natuurlijk nooit uit handen geven. Je hebt het niet over een lastige uitwedstrijd in het Stade de France of zo. Het is hier gewoon een hele middelmatige ploeg. Die toch heel veel spelers miste. Ja, als je dan zo voor schut gaat voor heel Europa, je maakt het jezelf zo moeilijk. Want een zekere kwalificatie is nu verworden tot een soort van examen die ze zichzelf hebben opgelegd, hè, tegen Noorwegen. Ja, dat is natuurlijk wel heel, heel treurig eigenlijk. Ja, we hebben ook jouw cijfers gezien, hè, na afloop van de wedstrijd. Die waren ook niet mals. Hè? Je hebt veel vieren uitgedeeld ook. Weinig voldoendes, weinig hoge cijfers. Zakte Nederland ook gewoon een beetje door de ondergrens? Ja. Best Van Gaal ook gevraagd. Dat was hij wel mee eens. In balbezit zakten ze zeker door de ondergrens. Maar zelfs met de ondergrens moet je hier toch gewoon een 2-0 voorsprong over de streep trekken. En soms zijn dingen in het voetbal ook gewoon onverklaarbaar. Weet je? Het gebeurt, het overkomt je. En dan kun je wel allerlei analyses op loslaten, maar het is gebeurd. En het enige lichtpuntje, het voordeeltje wat ze nog hebben, is dat die wedstrijd tegen Noorwegen in de Kuip is. Weliswaar zonder publiek, maar je hebt alles in eigen hand. Ja, en dan moet je het maar laten zien. Want als je thuis niet van Noorwegen kunt winnen, of tenminste gelijk spelen, kun je ook afvragen wat je dan nog te zoeken hebt op een WK. Ja, Nederland had natuurlijk een geweldige uitgangspositie door het gelijke spel van Noorwegen tegen Letland. Van Gaal die zei ook voor de wedstrijd van, ja, we hebben eigenlijk gejuicht in de kleedkamer toen we dat nieuws hoorden.
Heeft dat resultaat nog meegespeeld, denk jij, gisteravond? In de manier waarop Nederland speelde? Nou ja, niks menselijks is voetballers natuurlijk vreemd. Ik kan me dat wel voorstellen. Als je je zo riante uitgangspositie in de schoot krijgt geworpen... na dat gelijkspel van die Nooren tegen Letland notabene... Ja, dan ga je er toch eigenlijk al een beetje vanuit dat je geplaatst bent... omdat je weet dat Montenegro ook nog eens zijn beste spelers mist. Ja, en over gemakzucht wilde niemand het hebben... Maar het was natuurlijk wel het geval gisteren. Het was traag, het was inspiratieloos, er zat geen creativiteit in. Maar ja, je hebt het jezelf wel echt moeilijk gemaakt. En dat was niet nodig. Nee, want hoe moet Van Gaal het de komende dagen nou gaan aanpakken? Hij zei het ook, hè? Moet ik nou een harde evaluatie geven of een zachte evaluatie? Wat is de juiste methode? Ik heb geprobeerd om trainer te zijn. Maar ja, je kunt een harde, een zachte, een half zachte, een weet ik van wat voor evaluatie erop kunt loslaten. Maar het is gewoon heel simpel, een hele korte evaluatie. Totale wanprestatie. En een kans om het goed te maken. Nou ja, laat maar zien dat je inderdaad naar het EK, WK wil. En dat je daar thuis hoort. Nou, dat kan maar op één manier. En dat is gewoon een goede wedstrijd spelen tegen die Nooren. Hebben ze bewezen dat ze dat konden tegen Turkije. Ja, en laat het maar zien. En ja, en zo niet, dan niet. En dan is Nederland gewoon niet geschikt om dat WK in Qatar te gaan spelen. Dus je kunt ook naar de bondscoach kijken. En dat doen we natuurlijk ook met die wissels. Maar uiteindelijk, als de fluit gaat... is het aan de spelers. Die moeten het laten zien. En die hebben ook gefaald gisteren. Vind jij dat Van Gaal in de opstelling bijvoorbeeld iets anders moet doen... ten opzichte van die wedstrijd van gisteren? In ieder geval is zeker dat Steven de Vrij natuurlijk niet meedoet. Maar misschien op de rechtsbuitenpositie bijvoorbeeld... Dorjan Malen, die heel erg uit de toon viel gisteravond. Ja, weet je, je kunt als speler natuurlijk altijd een keer slecht spelen. En als ze te veel tegelijk zijn, heb je een probleem. Maar ik zou niet, als ik bondscoach zit, waarom moet hij heel veel veranderen? Wat moet hij dan gaan doen? Ineens dat heilige 5-3-2 gaan spelen of zo tegen Noorwegen? Nee. Je hebt toch gewoon, als je kijkt naar de spelers, gewoon een prima spelersgroep. Ik zeg niet internationale top, maar toch goed genoeg om thuis van Noorwegen te kunnen winnen. Dus ja, ik zou daar niet al te zwaar aan teren, tenminste in het wisselen van de opstelling. En gewoon die spelers de kans geven zich te revanceren voor deze totale verschutting hier in Montenegro. Ja, en dan ga je onbewust, ga je toch, ja, ook al wil je positief zijn natuurlijk, ga je toch aan allemaal scenario's denken. Stel je voor dat Nederland verliest. Ja, stel je voor dat ze winnen. Ja, ik bedoel, dat kan, ja, je kan verliezen. En dan als Turkije wint, dan ben je gewoon derde. En dan zit je voor de tv volgend jaar winter. Maar dat zou heel vervelend zijn. Maar waarom zou je daarvan uitgaan? Je moet ook kijken naar wat er wel is. Je speelt in de lege Kuip, Martijn, tegen Noorwegen dat echt helemaal moet. Wordt geen leuke avond. Nou, het is wat. Die moeten winnen, ja. Dat betekent toch ook dat jij weer misschien wat meer ruimte krijgt. Maar als je gewoon die elftallen naast elkaar ligt, heeft Noorwegen een aardige ploeg. Maar is Nederland in principe op een aantal posities beter. En je mag ook nog gelijk spelen. Dus ja, het is nou ook niet zo dat je heel erg in de war moet raken. Je moet wel gewaarschuwd zijn. Kijk, Noorwegen die komt voor de laatste kans. Die zijn in leven gebleven. Ik ben geen psycholoog. Ik weet niet wat dat opwekt bij een ploeg. Maar uiteindelijk, als jij gewoon als ploeg, als speler, je normale niveau haalt, dan moet je toch in staat zijn om gelijk te spelen of te winnen van Noorwegen. Ik bedoel, het is toch niet Frankrijk dat op bezoek komt of Duitsland? Nee, maar je bent wel misschien afhankelijk van Memphis die het dan weer moet gaan doen voor Oranje, of niet? Als je kijkt naar zijn statistieken en cijfers natuurlijk wel. Hij is de all-time topscorer in kwalificatiewedstrijden. Nou ja, dat doet hij natuurlijk uitstekend, daar kun je niks van zeggen. Alleen als spits verwacht je natuurlijk op momenten dat het lastig is, zoals gisteren. Ja, wel dat je ook iets anders doet. Dat je balvast bent, dat je aanspeelbaar bent. Dat je zorgt dat je medespelers kunnen bijsluiten. Dat je betrouwbaar bent. Ja, ik zag mijn verzorg wel een paar keer hakjes geven, pirouetjes maken. Dat is natuurlijk wel zo'n spel. Alleen op het moment dat je een overwinning over de streep moet trekken met de zekerheid van een WK. Ja, maar dat geldt niet alleen voor Memphis. Dan verwacht je van meer spelers. Dan verwacht je niet dat de backs ineens weer onderweg zijn. En niet waar ze horen in die fase. Ja, zo zijn er meer spelers die, wat ik net al zei, niet de dingen deden die vooraf waren afgesproken. En als dat er te veel zijn, kom je gewoon als elftal in de problemen. Ja, tot slot Martijn. Het wordt in een lege Kuip gespeeld natuurlijk. Het kan of een mooie avond worden, of een desastreuze avond voor het Nederlands voetbal. Hè? Ja, dat is een terechte constatering, ja. Je gaat die elftal naast elkaar leggen. En dan moet Nederland in staat zijn om tegen Noorwegen toch een resultaat te halen. En dan hoef je niet eens te winnen. Maar gewoon een goed gelijkspel, ben je er ook al. Nou, daar hebben ze toch wel de spelers voor om dat te bewerkstelligen. En die hebben ook wat goed te maken naar deze, wat ik net zei, verschutting hier zo. Want ja, je staat natuurlijk wel voor gek, hè, voor heel Europa. Iedereen had Nederland al opgeschreven voor Qatar en ineens moet je nog even aan de bak. Oké, Martijn, dankjewel. En jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Excuses voor de matige verbinding vanuit Montenegro. Maar we zien jullie graag weer terug bij de volgende video.